Kijk even hoe leuk deze adventskalender eruit ziet. Oeh, juicy, een onderbroek. Oh mijn god, dit ziet er ook zo leuk uit. Het is zo cute. Allereerst zie ik hier... Oh nee. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik weer een heleboel pakketjes unboxen. Mijn kleding past echt helemaal niet bij elkaar. Maar ik had het zo koud hier in de slaapkamer dat ik eventjes mijn joggingbroek heb aangetrokken in plaats van mijn jeans. Ik ga vandaag 8 pakketjes openmaken van PR-bureaus. Ik hoop dat er heel veel leuke kerstdingetjes in zitten, want daar verheug ik me vooral heel erg op. Maar we gaan het zien. Oké, laten we beginnen met deze kleine die bovenop de stapel lag. Waar is mijn mesje? Oh, hier. En deze pakketjes heb ik eigenlijk allemaal gedurende de afgelopen 1,5 week binnengekregen. De periode voor kerst is altijd aan de drukke kant met pakketjes. Ik dacht op een gegeven moment van, nou, volgens mij heb ik nu alles voor de kerst wel binnen aan PR-pakketjes. Maar toen kwam er opeens weer een hele lading. Oeh, het is van Bourjois. Oh oui, staat erop. Voelt lekker, een soort satijn. En in het zakje zit... Oeh, is dit een onderbroek? Oeh, juicy, een onderbroek. Ik ga dit vanavond aandoen en Joey ermee verrassen. Dat lijkt me echt super grappig. Waarschijnlijk gaat hij dan echt zo naar me kijken van... Seriously. Allereerst de Big Lashes Oh Oui mascara in een rode verpakking. Super tof. Zal ik hem alvast openmaken? Ja, ik ga het gewoon doen. Anders heeft deze unboxing ook niet zoveel zin. Past wel leuk bij mijn nagels. Oeh, fijn borsteltje denk ik. Ik vind mascara altijd zo lekker ruiken. Zit het nu op mijn neus? Dan heb ik hier ook nog de Brow Fiber uit de Oh Oui lijn. Oké, dit ziet eruit als een getinte wenkbrauwgel. En deze zou je wenkbrauwhaartjes dan een beetje moeten versterken. Doordat er dus fibers in zitten, oftewel vezels. Vind ik wel een interessant product. Dit is trouwens in de kleur 001 Blonde. En ik zie ook meteen dat ik ook de 2 andere kleuren heb gekregen. 002 Chestnut en ook nog 003 Brown. Dus dat zijn deze. Vroeger vond ik getinte wenkbrauwgel echt verschrikkelijk, maar tegenwoordig hou ik er wel van. En ik zie staan dat de Big Lashes mascara €14,99 kost en de Brow Fiber wenkbrauwgelletjes die kosten €11,49. Alle producten die ik trouwens kan vinden online, die link ik altijd in de beschrijving. Dus mocht je vragen hebben over waar het te koop is en zo, check eerst eventjes de beschrijving. Gaan we door met dit pakketje. Ik ben namelijk een beetje bang dat deze stapel straks gaat omvallen. Want die staat hier niet heel erg stabiel. Dus die wil ik eventjes weggewerkt hebben. Er staat op dat het van L'Oréal is. Maar L'Oréal is een heel groot bedrijf. En zij hebben ook andere merken onder hun hoeden. L'Oréal is zeg maar een moederbedrijf, om het maar zo te noemen. Dus het hoeft niet per se van L'Oréal zelf te zijn. Oh leuk, van Essie. Winter 2019. Oh, dit ziet er echt zo leuk uit allemaal met die strikken en zo. Ik word altijd heel enthousiast van de Essie collecties. Dit is de wintercollectie van Essie en tevens ook de holiday collectie. Dat zie je natuurlijk ook wel aan de feestelijke verpakking. Oh, het ziet er echt heel erg mooi uit. Ik ga jullie eventjes alle kleurtjes van dichtbij laten zien. Deze prachtige lak heet Let It Bow. En deze zilveren heet Making Spirits Bright. Deze gouden met multicolor glitter erin heet Caught on Tape. En deze rode met allerlei gekleurde glitters heet Naughty or Nice. En dan is niet naughty, maar naughty als in knotty. Deze heet Tide and Blue. Ook erg mooi. En dit is mijn favoriet. Deze heet Under Wraps. En die vind ik er echt heel mooi uitzien. Wauw. Ja, deze collectie zal dus de hele winter verkrijgbaar zijn. En de nagellakjes van Essie kosten zo'n €10 per stuk. Oké, ik ben al de hele tijd super benieuwd wat hierin zit. Want dit is best wel een aparte verpakking. Het is van het merk ANAS, Annas. En er staat op Crystal Infused Skincare. Hierbij een selectie van Anas. Crystal Care. Geniet ervan. Thank you. Er zitten 3 producten in de doos. Ik ken dit merk dus nog niet.
allereerst een body mist. En ja, ik ga hem even openmaken, want ik ben wel benieuwd naar de verpakking van het product zelf. Oh, hier. Wat grappig dat je hem hier moet openmaken. Oh, dat is leuk. The love you take is equal to the love you make. De flesjes zijn in ieder geval in de vorm van een kristal. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat zie je echt niet vaak hoor, zo'n vorm. Heb ik denk ik nog nooit gezien. En er zit ook een soort van steentje in hier aan de onderkant. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Vind ik wel grappig. Oh. Ik vind het een hele aparte, maar super aangename geur. Ik ruik namelijk iets heel fris, maar ook iets kruidigs. Het doet me echt een beetje denken aan hammam, aan een spa, weet je wel? Even lezen. Anna's skincare only uses crystals from sustainable mines and ingredients that are ethically sourced. Sorry. 7% of our profit will be donated to environmental causes annually. Oké, dus het is ook wel echt een merk dat zich inzet voor milieuvriendelijkheid en zo. Ze doneren dus 7% van alle aankopen aan doelen die het milieu steunen. Er zit vulkaanwater in, kristalkwarts. Even kijken of ik nog iets lees. The wild indigo extract. Geen idee wat dat is. Een plant, maar... ja, ik weet niet of dat dan is wat ik ruik. Maar het ruikt in ieder geval echt... ja, echt een beetje spa-achtig. Ik vind het wel aangenaam, ja. Ook voor op mijn beddengoed of zo. En dan heb ik hier ook nog de Crystal Quartz Crystal Soap. Die zit ook weer in een kartonnen verpakking. Openmaken. Echt leuk dat je het zo open moet rollen. Dat is heel anders dan normaal. Ja, deze ruikt wel echt naar zeep. Dus die spreekt me qua geur ietsje minder aan. Er zit vulkanische lava as in, er zit shea boter in, mango boter, babassu boter en een woody spice fragrance. Ja, ik ruik in de verte inderdaad wel iets van een parfum, maar in eerste instantie ruik ik toch echt gewoon zeep. En dan heb ik hier ook nog de hand cream. Die zit ook weer in een mooie aparte verpakking. Dat ga ik even testen, want ik heb droge handen. Ja. Oh, die heeft weer die lekkere spa-geur. Oh, dat is echt wat voor mijn moeder ook. Deze geur, lekker kruidig. Inderdaad een beetje houtachtig, maar toch ook ja, wel een beetje eucalyptusachtig. Leuke, goede eerste indruk in ieder geval van dit merk. Gaan we verder met dit pakje. Dit is iets voor een campagne waar ik mee bezig ben. Even kijken hoor. Hi Lotte, super tof dat we gaan samenwerken voor Sensationeel. Nou, dan weten jullie alvast wat er gaat komen. We zijn heel benieuwd naar je content. Even een kleine sneak peek, maar hier ga ik dus een samenwerking mee doen. Dus dat gaan jullie nog allemaal zien. Dan heb ik hier nog een ander pakketje. Geen idee wat erin zit. Hi Beauty, Kruidvat heeft weer nieuwe beauties in het assortiment om jouw lippen mooi en verzorgd te houden. Kruidvat Originals Lip Scrub Amandelolie en Kruidvat Originals Lippenbalsem Kokosolie. Oké, dat klinkt goed. Ze zijn al verkrijgbaar. En ze kosten allebei €2,29. Leuke verpakkingen en ik vind ook die ouderwetse medicinale potjes heel erg leuk van Kruidvat. Dit is dus de hydraterende lippenbalsem met kokosolie. En dit is de verzachtende lipscrub met amandelolie. Ik ben gek op amandelolie. Ik hou ook heel erg van lipscrub. Zeker in de winter kan ik echt niet zonder. Dus hier ben ik erg blij mee. Thanks Kruidvat. Dan is nu deze aan de beurt. Dit is het kleinste pakket. Deze twee zijn allebei best wel groot. Dus die bewaar ik voor het laatst. Happy Holidays. Dat vind ik leuk bedacht. Benefits 2019 Holiday Gift Sets. Oeh, leuk! Pakketje van Benefit. Oh, dit ziet er zo leuk uit allemaal. Warm Light Brown. Dit is de Brow Superstars Gift Set. Dat zijn namelijk al deze producten die je had... Oké. Nou, dit is dus wat erin zit. Er zitten allemaal full-size wenkbrauwproducten in. Waarmee je dus echt perfecte wenkbrauwen kunt creëren. Ik ben persoonlijk echt gek op de wenkbrauwproducten van Benefit. Ik heb ze vandaag ook gebruikt. Dit ga je binnenkort terugzien in de giveaway video. Lijkt me wel leuk. Oh mijn god, dit ziet er ook zo leuk uit. Dit is zo cute. Dit is de I'm Hotter Outdoor gift set. En hierin zitten drie producten. Die kun je op de achterkant zien.
Namelijk de Roller Lash Mascara, de Hoola Bronzer en, even kijken wat dit is, de Gimme Brow Wenkbrauw Gel. Dus dan heb je meer verschillende soorten producten, mocht je dat ook leuk vinden. Ook deze gaat in de giveaway video. Die hoed met al die wenkbrauwproducten, de Brow Superstars, die kost €67 en die heeft een waarde van €165. En ja, dat is dus wel echt heel erg voordelig. Die kun je gewoon in jouw gewenste kleur kopen. En de I'm Hotter Outdoors kost €33,99 en die heeft een waarde van €76. Nou, dan hebben we hier nog een super, super groot pakket. Geen idee wat erin zit. Misschien wel een adventskalender. Oh dear, winter is here. Oh, dat is echt heel schattig. Er zijn een paar dingetjes open gegaan. Maar kijk even hoe leuk winters, kerstachtig dit eruit ziet. Echt zo leuk. Dit zijn allemaal producten van het merk Only You. En het zijn dus allemaal gift sets, als ik het goed heb. Oeh, daar ging een sneeuwballetje. Allereerst zie ik hier, oh nee, deze bal. Ik heb vandaag gestofzuigd, had ik misschien beter pas na de video kunnen doen. Allereerst deze kerstbal. En hierin zitten twee nagellakjes. Deze is dus open gegaan. Oh, dit is wel een heel leuk setje zeg. Je krijgt dan dus dit kleurtje. Echt heel erg leuk. Mooie kleur. En dan krijg je dus deze erbij. En dit is een topper met allemaal gouden sterretjes. Heel erg leuk voor de kerst. Dan heb ik hier nog een gift set Let It Snow Beauty Crackers. Ik laat jullie in ieder geval eventjes het plaatje zien, zodat je een idee hebt van wat er allemaal in zit. Het ziet er heel mooi uit namelijk. Dat dus. Oogschaduwpalet, highlighter, lipstick, lipgloss. Het ziet er echt heel mooi uit. En dan heb ik hier nog de Let It Snow Bath Pearls. En daar zitten drie zakjes in met hele kleine badpareltjes. Dus daar kun je ook meerdere keren gebruik van maken. Dan heb ik hier de Only You Let It Snow 3 Bath Bombs. Ook altijd leuk als je een bad hebt om dit dan cadeau te krijgen. Drie bruisballen dus voor in bad. Ik weet niet hoe ze ruiken. Ik wil het ook het liefst dicht laten zitten. Want de bruisballen zitten los van elkaar ook nog ingepakt. En dan heb ik hier ook nog een adventskalender van Only You. Kijk even hoe leuk deze adventskalender eruit ziet. Zo schattig. I love it. Ook echt heel erg leuk dat sommige dingen dan zo'n folietje hebben dat ze extra opvallen. Ik zie al hele mooie dingen op de achterkant staan. Maar deze ga ik dus ook lekker weggeven in de giveaway video binnenkort. En dan heb ik hier nog één hele grote doos. En van deze weet ik wat erin zit. Ik ga hem even openmaken. Nog een adventskalender. Namelijk die van NYX. En hier heb ik al een aantal unboxings van gezien op YouTube. Dus ik weet al ongeveer wat er allemaal in zit en zo. En deze ga ik ook gewoon lekker weggeven. Ik ben echt in een weggeefstemming de laatste tijd. Want weet je, ik kan wel alles zelf houden. Maar hoe leuk is het om andere mensen er blij mee te kunnen maken? Dat vind ik persoonlijk nog veel leuker dan dat ik alles zelf hou namelijk. Nou, en dat was dan deze unboxing video. Nu hebben jullie ook meteen een beetje een beeld van wat er ongeveer in de giveaway video zal komen. Maar ik heb jullie ook een aantal nieuwe lanceringen kunnen laten zien. Nogmaals, alle linkjes naar de producten die ik online kon vinden staan in de beschrijving. Zeker even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want er komt een heleboel leuks aan. Onder andere de giveaway video. Maar ook een heleboel vlogmas vlogs bijvoorbeeld. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!